Hey, jij bent een van de BN'ers. Jij bent op de foto gegaan met een dodo-skelet. Daar komen we zo nog even op. Maar jij bent gevraagd om eigenlijk een beetje mee te werken aan deze tentoonstelling. En jij zei meteen ja. Ja. Bij jou thuis is ook een beetje een soort van natuurhistorie. Ja, ik heb mijn eigen kleine collectie. De grap is dat dit soort grote collecties zijn eigenlijk op dezelfde manier begonnen zoals ik in het klein begonnen. Dit is bij jou thuis, hè, wat we nou zien. Ja, ja. Dus... Wat zien we allemaal, Henk? Wat is wat dat? Nou ja, dat is van alles. Je zag een schedel van de Ufagau, wat onder het huis hangt. En met een aardbeving is dat huis omlaag gekomen. Dus er komt zo'n ding beschikbaar. Er stond een hippopotamus. Er stond een nijlpaard met zo'n groot schotwond aan de zijkant. Die ook door iemand uit de Bijlmer langsgebracht wordt in ruil voor een tatoeage. Wil jij dit ding hebben? Nou, dan, serieus? Zo, zo. Maar ik heb ook een hele korte periode, toen ik niet getatoeëerd heb ik een... 2 jaar lang een rariteitenkabinet bestierd, wat met de parade meeging. En daar was onder andere deze twee vosse kop. Twee koppige vossen. En een zeemeermin. En een hoe heet dat? Een unicorn die ik zelf op de Veluwe gevangen had. Dus van dat soort. En hoe kom je aan dit, Henk? Nou, dat kun je natuurlijk maken. En in die oude collectie van hun komen ook heel veel van dit soort dingen door. Die bijvoorbeeld door 17e eeuwse zeelieden werden meegenomen. Die een vijfkoppige varaan in elkaar naaiden onderweg naar huis. En dat ding dan probeerden te slijten. Rembrandt was een groot verzamelaar van dat soort kleine rariteiten. En ik zag in je boek ook dat het schelpje van wat Rembrandt getekend heeft er ook in stond. Ja. Ja. Dus eigenlijk... hun hebben een beetje een stuk van de bakermat van het Nederlandse Museum in huis gewoon. Dat is, dat is zo uniek. En toen ze mij dat vroegen, toen heb ik eerst naar een botje gevraagd. Eerst gevraagd naar een zeemeermin. Maar daar hadden ze alleen een botje van. Okay. En toen dat hebben ze later vroeg, mag het niet de dodo zijn? Ja, natuurlijk de dodo. Maar jij bent op de foto gegaan met een skelet van de dodo. Ja, ik had dodo in huis. Nou, ze hadden hem zo mogen laten... Ik had hem graag gehouden. Waarom een dodo? Waarom wil je op de foto met een skelet van een dodo? Ja, die zit zo door dat stuk Nederlandse geschiedenis heen. Hè? We zijn jarenlang is ons verweten dat wij zo goed als verantwoordelijk zijn voor het uitroeien van het arme beestje.